bedoeling is in de PNO dat we enerzijds projectbeheer binnenkrijgen, dus mensen die projecten indienen, dat zij een, bij ons terecht kunnen. Aan de andere kant gaan we die projecten succesvol ontwikkelen en vervolledigen en tot een goed einde brengen. Dan hebben we de derde pijler, die infrastructuur en onderhoud is. We gaan ervoor zorgen dat natuurlijk alles feilloos blijft draaien. De bedoeling was om verschillende teams die eigenlijk in aparte silo's zitten, om die samen te brengen binnen één afdeling, Blarta projecten en ontwikkeling. De doelstelling is om er eigenlijk aparte scrumteams van te maken die onafhankelijk van elkaar kunnen werken, die op dezelfde manier van elkaar kunnen werken, zodanig dat één iemand van het ene team flexibel naar het andere team kan ook overgezet worden indien de prioriteiten dat wensen. Dan krijg je één krachtige organisatie die een enorme dienstverlening kan doen aan de rest van het bedrijf. Tegelijkertijd er echt voor zorgen dat iedereen op ons beroep kan doen en dat we de juiste projecten van A tot Z kunnen opleveren om uiteindelijk Blarta te laten groeien. We willen vooral een cultuur van de global picture te kennen, dat iedereen weet wat zijn bijdrage is binnen een totaliteit. Dus als dat allemaal samen kan komen, zijn we zeer gelukkig.